Hugo Wendtges, vertel eens, hoe voelde het nou je debuut mogen maken tegen Excelsior, de directe concurrent? Ja, mooi. Mooi. Al heb ik heb nog steeds geen idee wat er juist allemaal gebeurd is, maar ik ben alleen maar aan het genieten op dit moment. Hoe voelde dat voor jou? Want je zag Koopmans al geblesseerd uitvallen, jij moest gaan warmlopen. Had je verwacht dat je erin zou komen? Toen ik hem zag liggen, eigenlijk wel meteen. Luc is geen mietje. Dus als hij helemaal gaat liggen en blijft liggen, dan is er meestal wel echt wat aan de hand. Dus ik had wel meteen het gevoel dat het zover was. Over Luc gesproken, hij heeft dit seizoen alles gekiept tot nu toe. Houd je er dan ook rekening mee dat het een keer kan gebeuren dat jij gaat keepen? Ja, zeker. Sowieso als je op de bank zit, weet je altijd dat er een mogelijkheid is. Dus ik heb me dan ook gewoon geprobeerd daarvoor zoveel mogelijk voor te bereiden. En dit was ook al gelijk een wedstrijd waarin je kon laten zien. Ja, lekker toch? Vertel eens, hoe ging dat voor jou? Hoe voelde dat in het veld? Best wel normaal eigenlijk. Maar dat is ook compliment naar de jongens toe. Met wie ik sowieso elke dag op het veld sta. En die me ook in het veld moeiteloos hebben opgevangen. En me ook wel hebben geholpen. Is hiermee een droom voor jou uitgekomen? Tuurlijk, absoluut. En ook nog 3-2 winnen tegen directe concurrent Excelsior. Wat voor wedstrijd was het? Ik denk niet dat wij de bovenliggende partij zijn geweest. Maar dat maakte misschien nog wel iets lekkerder. Dus we waren defensief sterk vandaag, vond ik, op een paar momentjes na dan. Maar verder vind ik dat we het goed gedaan hebben. Voorin super effectief. En dat zijn we wel vaker dit seizoen. Ik weet niet of je al weet hoe het met Luc gaat. Maar ben je er zondag weer bij? Ik hoop het eerlijk gezegd, maar ik hoop eerlijk gezegd ook dat het goed gaat met Luc. Maar daar weet ik nu echt nog te weinig over. Nu nog even eerst in ieder geval even nagenieten van deze avond. Dat gaat wel lukken.